tot zebra, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Wat kruipt daar? Wat sluipt daar? In het hoge gras. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dag vrienden. Ja, ik ben een lied aan het componeren over tijgers. Maar eerst ga ik een hoofdprijs uitzoeken in de winkel voor een hele bijzondere prijsvraag. We gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboebil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de jungle. Ja, ik heb natuurlijk heel veel dieren hier in mijn park. Maar ik heb er nog veel meer. Knuffeldieren. Hier in de winkel. En ik ga een hele mooie knuffel uitzoeken voor de winnaar van een hele bijzondere prijsvraag. Hey, Bamboebil. Hey, Sandra. Ik ben op zoek naar een knuffel. Maar een bijzondere knuffel. Want we hebben een bijzondere prijsvraag. Nou, ik heb er genoeg. Ga je gang. Oké, nou, dan gaan we eens even zoeken. Sandra, dit wordt hem. Ja, dat gaat niet. Oh, dat gaat prima hoor. Ik heb eend, mijn auto en dan maak ik er een gat in het dak en dan stop ik zo die nek door het dak en dan komt het helemaal goed. Nee, dat gaat niet. Dat is decoratie. Decoratie? Ja, dat is om naar te kijken. Om naar te kijken? Ja. Mm. Maar waar gaat het eigenlijk over? Een hele leuke prijsvraag over ijsberen. En waarom neem je dan geen ijsbeer? Een ijsbeer, dat is een goed idee. Nee, niet die ijsbeer. Deze ijsbeertjes. Oh, die zijn schattig. Ja, het gaat namelijk om het volgende. We hebben twee jonge ijsbeertjes. Een jongetje en een meisje. En we zoeken nog leuke namen voor zowel het jongetje als het meisje. Dus ja, de kijkers thuis die mogen leuke namen sturen naar post@jungleclub.nl. En dit zijn inderdaad schattige ijsbeertjes. Die doen we gewoon. Okay. Hartstikke leuk. Dus je weet het, hè? Heb jij een leuke naam voor het jongetje en het meisje, het mannetje en het vrouwtje ijsbeer? Stuur dan naar post@jungleclub.nl. En dan win je deze lekkere knuffels, maar je wint ook een dagje dierenpark. Ik heb weer allemaal brieven en post gekregen en deze brief is van Stijn. En hij schrijft: beste Bamboebil, ik moet binnenkort met mijn poesjes naar de dierenarts. En ik wil vragen of je met me mee wilt gaan. Kun je me bellen? Nou, dat gaan we maar eens doen. Zo. Dag Stijn, je spreekt met Bamboebil. Ik heb je brief ontvangen en natuurlijk ga ik met je mee. Wanneer gaan we dat doen? Nu meteen. Kunnen jullie me even missen? Of weet je wat? Jullie kunnen ook wel meegaan. Helemaal goed. Ik kom er nu aan. Oké. Tot zo, Stijn. Roger, jij moet even hier blijven. En Cooper, jij ook. Ik ben zo weer terug. Doeg! Nee, maar Stijn. We zijn helemaal verkeerd. Dit is de dierenspeciaalzaak. Nee, daarachter is ook een dierenarts. Een dierenarts ook hier binnen? Ja. Zo. Kijk, hier is het nou. Hey, Bamboebil. Hey, hoi. Heb je een afspraak? Nou, ik heb geen afspraak. Hij heeft een afspraak. Nou, kom maar mee dan. Oké. Hier gaat het gebeuren. Hup. Zo. Zeg het eens, Bamboebil. Wie heb je allemaal meegenomen? Nou, er is Stijn. En Stijn, wie heb jij meegenomen? Vertel eens. Het is katten, Marie en Plen.
twee katten. En wat moet er met Marie en Pleun gebeuren? Moeten ingeënt worden. Ingeënt? Wat is dat eigenlijk? Inenten is de katten vaccineren. En vaccineren is beschermen tegen besmettelijke ziektes. Oh, een spuitje. Ja. Oh, spannend. Ja. Zo. Zo. Alsjeblieft. Wat een kleintje. Ja. Gaan we even alles nakijken. De oogjes, die zijn mooi schoon. Oh, het is wel een lieverd, hè? Ja. Even kijken naar de tandjes. Keurig. Ze staan mooi op elkaar. Even aanzetten. Oh, ze hoeft geen beugeltje. Nee, ze hoeft geen beugeltje. Nou, fantastisch. Oh, wat ga je nu doen? Ik ga luisteren naar het hart en naar de longen om te luisteren of alles goed klopt. Oké, of het wel klopt. En klopt het? Absoluut. Oh, dat is mooi, het klopt. Ja. Nou, dan moet het maar eens gebeuren, hè? Ja. Oké. Nou, dan wordt de injectie klaargemaakt. Doet het pijn? Nee hoor, helemaal niet. Nee? De meeste katten reageren helemaal niet. Oh. Ze zijn heel erg stoer. Juist. Nou. Oeh, ze is lekker zacht hè, die poes van jou. Kijk eens hier. Hup. Een beetje spannend denk ze, denk ik. Ja. Ja. Ik ga er even vastpakken zoals de moeder. In de nek. Daar wordt ze rustig van. Dat was het dan. Och, kijk. Goed zo. Dat was mooi, hè? Hartstikke goed. Even kijken. Nou, dat is mooi geregeld. Stijn, hartstikke goed. Hartelijk bedankt. Graag gedaan, Babbelwil. Bedankt, Stijn. Hey, en dan zal ik je wel even thuis brengen. Is dat geen idee? Ja. Oké, kom maar aan. Ja, we hebben natuurlijk heel veel tuinonderhoud in mijn dierenpark en ook hier op de parkeerplaats. En gelukkig krijgen we af en toe hulp van sterke mannen die ons helpen met bijvoorbeeld een boompje om te zagen. Dus ja, daar komen ze net aan. Hé, hey, mannen. Zo. We gaan eens een boom omzagen vandaag, geloof ik, hè? Kom, we gaan. Boompje klimmen. Hallo, kan iemand me eventjes vrijzagen? Hey, Bamboe Bill. Hey, Dieren Dirk. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ja, ik ben de tijgers aan het bestuderen. Ik vind dat zulke mooie dieren. Dus je wil wat meer weten over de Siberische tijger? Ja, natuurlijk. Ja, jij kan me natuurlijk wel wat vertellen. Ja. Nou, ik heb heel toevallig iets meegebracht. Kijk, dat kreeg ik net van een van de verzorgers. Dit is een snorhaar van een tijger. Een snorhaar van een tijger? Ja. Dat is avontuurlijk. En weet jij waarom tijgers, maar ook gewoon katten thuis, snorharen hebben? Ik heb eigenlijk geen idee, nooit over nagedacht. Nou, snorharen die zitten natuurlijk hier aan de zijkant van de wang. En onder andere tijgers en katten die bepalen hiermee of ze door bepaalde gaatjes wel of niet kunnen kruipen. Dus die snorharen hebben een enorm tastgevoel. Die kunnen dus echt exact weten van, komt de kat er wel of niet doorheen? Oké. Dieren Dirk, wat weet je toch aan hopen? Je hebt er weer veel geleerd. Kan je allemaal niet zien door zo'n verrekijker natuurlijk, hè? Nee. Oké. Zit er alweer op, het is alweer voorbij. Maar, wat is dit nu weer? Ik heb visite. De avontuur gaat verder op jungleclub.nl en we zien je snel. Wat leuk dat je daar bent. Ik had niet op je gerekend. Roger, we hebben visite. Nou, dan zullen we eerst maar eens wat limonade gaan maken. Bamboe Bill, die
die helpt je van de regen en de drup. Dus we zien je snel weer in de jungle.